Ik denk dat jij heel goed weet waarom ik dit gesprek met jou aanga. Omdat ik er recht op heb. Remco? Ik weet niet hoe ik dit aan Nieke kan verkopen. Het is ook niet de bedoeling. Ik hoop echt dat je aan je woord houdt. Ik ben zo terug. Dat wil je toch? Je bent mooi en jong. Ga zitten. Ik ben niet geïnteresseerd in Wendy. Ik schrok me te pletter toen Wendy bij dat zakendineetje kwam aanschuiven. Nou, anders ik wel. En ik schrik nog meer van Lieke de laatste tijd. Ze zoeken te veel in drank en wie weet wat nog meer. Sluit zich helemaal af. Je zou denken na al die jaren. Heeft ze jou wel eens verteld van dat litteken? Nou, ik heb er wel een keer naar gevraagd, maar ze heeft daar nooit echt antwoord op gegeven. Ze was 15. Ze had een vriendinnetje, Ilse. Mooi, blond meisje. Ze deelden alles met elkaar. Ze waren naar een schoolfeestje. Ineke zou ze ophalen, maar ze was moe. En toen ben ik gegaan. Ze zaten achter in de auto. Ze zongen mee met de radio. En op die onverlichte N209 stond daar die oude gammele Toyota, half in de berm. We knalden er bovenop, sloegen 3 keer over de kop. Ik had geen schrammetje. Maar die meiden, Lieke, die lag in coma. 3 weken aan de beademing. Ilse, die was op slag dood. Ik ben nachtblind. Ik had nooit mogen rijden. Dit weet niemand. Je mag dat nooit aan iemand vertellen, zeker niet aan Lieke. Mijn huwelijk staat op scherp. De zaak staat op springen. Natja claimt dat die baby van mij is. Wat? Het interesseert me allemaal niet meer, Merel. Het enige wat me interesseert is jouw vriendschap met Lieke. Eindelijk kan ze zich weer aan iemand binden sinds Ilse. Remco. Ja?
Ik luister naar mijn hart. Dat is de enige manier. Daarom heb ik met het werk alleen maar leuke ervaringen en daarom heb ik alleen maar leuke vrienden. Mijn vriendschap is niet te koop.